Dames en heren, beste inwoners van onze mooie gemeente. Hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. En in het bijzonder ook alle die bewoners die betrokken zijn bij het maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven, de lokale politiek. En zoals de traditie inmiddels wil, een speciaal welkom aan onze nieuwe inwoners die een persoonlijke uitnodiging hebben gekregen. En ik heb gezien dat u in best wel grote getale gebruik heeft gemaakt van die uitnodiging. Fijn dat u er bent. Als ik een nieuwjaarsspeech moet schrijven, is eerlijk gezegd de lastigste vraag de meest eenvoudige. Wat ga ik zeggen over het komend jaar? Te concreet, en ik zit er geheid naast, want ik ben niet zo goed in voorspellen. Vooral niet van de toekomst. Te algemeen, en het wordt ook niet echt boeiend. Maar dit jaar, dames en heren, heb ik goed nieuws. Ik weet wat het komend jaar ons gaat brengen. En dat komt als volgt. Een paar weken geleden sprak ik een bekende, die duidelijk wat klusjes gedaan had in de tuin. En al pratende kwamen we bij de jaarwisseling. En wat het nieuwe jaar 2020, dat klonk ook al lekker, 2020, ons brengen zou. Ze keek me aan en zei beslist, bloemen. En ik wilde eigenlijk net wat gaan vragen van, hoe kom je nou aan bloemen? Maar voordat ik die vraag kon stellen, antwoordde ze al en zei ze, ik heb zojuist bloembollen geplant en ik krijg dus in het voorjaar bloemen. En daarmee heeft zij ongewild dat gedaan wat ik zocht, namelijk het thema voor 2020. En weet ik ook wat 2020 ons gaat brengen. We krijgen, dames en heren, wat we zaaien. Want wie zaait, zal oogsten. En ik heb ook goed nieuws, wie niet zaait, die zal ook niet veel krijgen. En daarom heb ik ook een optimistisch verhaal. Er wordt namelijk veel gezaaid in onze dorpen. En wie veel zaait, u begrijpt al, zal veel oogsten. En we hebben iets wat we graag willen behouden. En gaan herdenken. En gaan vieren. En dat is onze vrijheid. We leven dit jaar 75 jaar in vrijheid. En ik ben daar dankbaar voor. Laten we ons gelukkig prijzen dat we in een land leven waar vrijheid gewoon is. En laten we hopen dat dit ook voor andere landen gaat gelden waar nu oorlog is. Ik kom terug op ons thema. Het afgelopen jaar is er veel in gang gezet en dat zal bijdragen aan een mooi 2020. We werken met z'n allen, zoals u hier bent, aan de toekomst van onze dorpen. En ik kan namens de hele gemeente spreken als ik zeg dat we onder de indruk zijn van het vele werk dat de leden van dorpsoverleggen, wijkteams en dorpteams erin steken. Er wordt in veel dorpen gewerkt aan een visie op de toekomst. In Reewijkbrug is men gezamenlijk en enthousiast aan de slag om een prachtige visie te maken voor dat dorp. En dat geldt eigenlijk in alle dorpen, inwoners zelf. En natuurlijk doen we als gemeente graag mee met onze kennis en betrokkenheid om die visie te maken. En ik kan u dan voorspellen, in 2020 gaan er heel wat mooie plannen komen voor ieder dorp. Er wordt veel gesport in onze gemeente. En dat dankzij vele honderden vrijwilligers die de verenigingen draaiende houden. En ik heb goed nieuws, komend jaar kan dat op 4 nieuwe sportvelden, kunstgrasvelden bij de voetbal. En we gaan, dat voorspel ik ook, meer zwemmen. Want we krijgen, jawel, in Bodegraven een nieuw zwembad. En in Reewijkbrug hebben heel veel vrijwilligers ervoor gezorgd dat de VUT een sfeervol en druk bezocht zwembad geworden is. En in de vakantie, en ook dat nemen we weer mee, zijn er in tal van dorpen activiteiten voor de kinderen. Met de vakantiespelen hier in Bodegraven als de allergrootste vertegenwoordiger daarvan. Met bijna 500 vrijwilligers die 1250 kinderen een plezierweek bezorgen. En ook dat nemen we mee in 2020. En dan onze Huizen van Alles. Waar vrijwillige programmaraden zijn die samen met onze welzijnsorganisatie SAM aan sociale cohesie werken. En één ding weet ik zeker, ook in die dorpen wordt er weer gewerkt aan leefbare dorpen waar mensen zich thuis voelen. En het centrum hier in Bodegraven. We zijn al jaren bezig om het centrum in Bodegraven weer gezellig en toekomstbestendig te maken. En gelukkig zijn er veel inwoners en bedrijven die daaraan mee bijdragen. Ik denk daarbij aan het initiatief Hart van Bodegraven, waarop volop meegedacht wordt aan een beter centrum. Aan de detailisten die hun winkel verhuizen of hun restaurant verplaatsen of hun gevel opknappen. En gelukkig ook de ondernemersverenigingen zoals de BOV en de Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening die beide aan bijdragen. Dus ook voor 2020 durf ik de voorspelling aan, het centrum gaat erop vooruit. En we werken aan een meer duurzame gemeente. Natuurlijk hebben we weer verlenging gekregen van de Fair Trade organisatie. En zijn we ook in 2020 een Fair Trade gemeente. En ook dat dankzij inzet van de lokale werkgroep. Ook weer van vrijwilligers. Van het bedrijfsleven. En ja, ook als gemeente. We werken ook
duurzamer dankzij de klimaatcoöperatie, ook weer gerund door vrijwilligers. En ook wordt er door steeds meer inwoners geïnvesteerd in het duurzaam maken van hun woning of hun bedrijf. En wat te denken van alle duurzaamheidsambassadeurs die meedenken en meehelpen aan het duurzaam worden van onze dorpen. Ik durf de stelling dan wel aan. In 2020 maken we weer een flinke stap op weg naar een volledig duurzame gemeente. En dankzij ons comité voor het Open Monumentendag hebben we jaarlijks een mooi programma. En ook dat komt er weer in 2020. En ik vergeet de cultuur niet. Ik ben blij dat we een prachtige voorziening hebben hier in het Evertshuis. En ik reken erop dat er in 2020 duidelijkheid komt hoe we het Evertshuis een gezonde toekomst tegemoet kunnen laten zien. En waar zouden we zijn zonder de vrijwilligers van de culturele commissie? Die met veel aandacht die er was voor het afgelopen jaar van het Rembrandtjaar. En ik weet zeker, ook in 2020 komen er weer culturele hoogtepunten in onze dorpen. Het afgelopen jaar hebben we het hospice hier in Bodegraven mogen verwelkomen. Dat draait op vele tientallen vrijwilligers. En zij zorgen voor de broodnodige aandacht in de laatste levensfase van onze medebewoners. Ik roep u wel op om dit initiatief te blijven steunen, want het voorziet in een grote behoefte. En dan de vele inwoners die het zwerfafval opruimen. U weet misschien, dat is een wat persoonlijk thema voor mij. Regelmatig ruim ik zelf de rotzooi op, met name wat bij de Rebeckse plassen blijft liggen, na een avondje chillen. Nou heb ik niets tegen dat chillen, ook op die plek niet, maar wel tegen de rotzooi die erachter blijft. Dat ruim ik dan met plezier op. En overigens aan de jongelui dank voor de lege kratten die jullie achterlieten. Die hebben mij toch inmiddels €11,70 opgeleverd aan statiegeld. Ja, je moet wat, de burgemeester. Maar alle gekheid op een stokje, laten we nou eens in 2020 één ding afspreken, wat ik niet mee wil nemen. En dat is de rotzooi die we neergooien op straat, op onze pleinen en op ons buitengebied. Laten we daar nou van die gewoonte nou eens definitief afscheid nemen. Daar zou u mij persoonlijk een groot plezier mee doen. En ik weet ook heel veel mensen in onze dorpen. Dank ook aan onze boeren die ons buitengebied beheren. Het afgelopen jaar was niet eenvoudig. En de voorspelling voor het volgend jaar ga ik niet maken. Maar ik wens in ieder geval veel sterkte toe het komend jaar om een duurzame toekomst voor onze landbouw te bereiken. Maar dank ook aan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor hun beheer en betrokkenheid bij ons mooie groene hartje. Jaarlijks vieren we gelukkig nog een feestje in onze dorpen. Hoogtepunten zijn wat mij betreft Koningsdag en de intochten met Sinterklaas. En ook dat weer dankzij heel veel vrijwilligers. En ik zie u als inwoners en de kinderen ontzettend genieten van die dagen. En ik zou zeggen, voor 2020 doe lekker mee. Natuurlijk ook dank aan de ECB en Bruisend Reewijk voor hun inzet voor de grote feesten in onze dorpen. Die dit jaar gelukkig wel rustig verlopen zijn. En ook dat wil ik graag voor komend jaar meenemen. In het begin van mijn speech heb ik even stilgestaan bij 75 jaar vrijheid. En daar moet ik vandaag even op terugkomen. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat we zijn bevrijd van een nietsontzeggende bezetter die alles wat haar niet aanstond vernietigde. Mijn voorganger, Relis Vonk, en vele anderen werden gedood. En ik nodig u uit om dit jaar in uw eigen dorp mee te doen aan de 4 mei herdenking. En daarna gaan we vanuit alle dorpen naar Fort Wierikenschans, waar een prachtig programma is gemaakt om stil te staan bij alle gevallen uit de Tweede Wereldoorlog. Ik nodig u speciaal uit om dan met ons naar Fort Wierikenschans te komen. En ik verwacht echt een buitengewoon vol en prachtig programma daar. En 5 mei zijn er voor het eerst in vele jaren weer festiviteiten in onze gemeente. Dan kunnen we uitbundig vieren. Doe mee. En laat ik vanuit deze plek zeggen dat ik echt heel veel dank heb voor de al tientallen jaren inzet van deze organisatiecomité's die 4 en 5 mei levend houden. Ik waardeer dat zeer. Dames en heren, ik heb zo even een kleine staalkaart laten horen van het vele dat in onze gemeente gezaaid wordt en wat het komend jaar ook weer voor een rijke oogst zal zorgen. Zijn er dan geen zorgen? Heb ik dan geen wensen en heb ik geen oog voor de noden in ons land? Zeker. En daar wil ik ook kort bij stilstaan. In haar oudejaarsconferentie had Claudia de Breij een statement waarvoor een democratie zou moeten staan. Zij zei, democratie is een regering van de meerderheid die rekening houdt met de noden en de wensen van de minderheid, met daarbij een vrije pers en een onafhankelijke rechtsstaat. Daar is staatkundig best nog wel wat op af te dingen in dit woordkeus, maar daar gaat het me niet om, want zij heeft mij aan het nadenken gezet. En ik wil daar graag een wat nadere invulling aan geven. Met name als het gaat om die noden en die wensen. Zou een goed werkende democratie niet moeten zorgen voor alle mensen en inwoners? En met name voor hen die dat onvoldoende zelf kunnen.
Door het succes, want dat is het, van het neoliberale economische beleid zijn we gaan geloven dat dat alle problemen worden opgelost. Natuurlijk, de armoede in de wereld is enorm gedaald, evenals de kindersterfte. En dat zijn mooi dat we dat bereiken. Maar een rijk land als het onze kent bijna 1 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven of zeer problematische schulden hebben. En er is dringend tekort aan betaalbare woningen en de globalisering lijkt alles tot een rat race gemaakt te hebben. Tegelijkertijd zijn er meer miljardairs dan ooit en bezitten die met een paar procent van de bevolking 50% van alles wat we bezitten. En ook in Nederland is dat inmiddels zichtbaar. Het zijn deze vraagstukken die wat mij betreft om een antwoord vragen. En dan met name vanuit de landelijke politiek. Het wordt tijd dat de verhuurdersheffing voor wooncorporaties wordt teruggedraaid, zodat er geld is voor betaalbare woningen, zodat we die kunnen bouwen. Anders komen we er niet. Het wordt tijd dat de overheid stopt met het bedenken in bedrijfstermen, de overheid als bedrijf en nu als inwoner als klant, want dat zijn we niet en dat worden we niet ook. En het concept helpt ons niet en brengt ons van het pad af. We moeten weer investeren in de publieke zorg, voor verzorgenden, voor verplegers, voor agenten, voor brandweerlieden, voor ambtenaren, zodat het werk fatsoenlijk gedaan kan worden. De uitholling van de overheid raakt ook gemeenten en daarmee ook de inwoners van die gemeenten. Wie 40% bezuinigt op de jeugdzorg moet niet vreemd opkijken dat er problemen ontstaan bij de overdracht van die jeugdzorg naar gemeenten. Ik zou de lijst nog veel langer kunnen maken, dat doe ik niet. Het kabinet moet wat mij betreft wel eens boter bij de vis gaan leveren als hij taken overdraagt aan de gemeente, zodat wij op verantwoorde wijze invulling kunnen geven aan die taak. Als de landelijke politiek en de rijksbegroting bijna 12 miljard overhoudt, dan wordt het tijd voor andere keuzes. De staatsschuld is nu echt wel laag genoeg en de schuld van gemeentes is vaak te hoog. Het wordt tijd voor een eerlijkere verdeling van het geld dat er is. En dan ontkom ik er niet aan. Ik had hem eerst geschrapt, maar ik ga het toch over onze vuurwerktraditie houden. Ja, daar gaan we wat van zeggen. Ja, er is overlast door het te vroeg afsteken van vuurwerk. Maar ik heb goed nieuws. Over het algemeen is Oud en Nieuw in onze gemeente wel rustig verlopen. En was de sfeer op straat over het algemeen goed. En hebben we weer een beperkt aantal vernielingen. Alleen Reewijk Dorp valt uit de toon. Waardoor we, anders hadden we een record gehad, toch nog weer 5000 euro schade hebben. En dat is toch weer 5000 euro te veel. Mijn wens is, en laat ik daar volstrekt helder zijn, dat al het knalvuurwerk en de vuurpijlen gewoon vanaf nu verboden worden. Ook klasse 1 vuurwerk, en dat is dat hele lichte vuurwerk wat je het hele jaar door mag afsteken, alsjeblieft verbieden. Want wij moeten nu gaan nakijken of het wel klasse 1 was. En dat is niet te handhaven. En u als inwoner begrijpt het ook niet, want u klaagt 2 weken van tevoren dat er afgestoken wordt. En dan moeten wij zeggen, ja dat is klasse 1 vuurwerk. Onmiddellijk mee stoppen. Het leidt slechts tot verwarring en leidt tot een volstrekt niet te handhaven situatie. Mijn collega Hemme, collega burgemeester, is met het voorstel gekomen om het zware illegale vuurwerk onder de vuurwapenwet te brengen. En ik ben niet zo'n fan om alles onder het strafrecht te brengen, maar in dit geval vind ik dat een goed signaal wat de politie ook nadrukkelijk meer mogelijkheden geeft. Voorlopig hechtenis dan mogelijk. En als Den Haag het lef heeft deze stap te zetten, dan kunnen we verder zien of het particuliere vuurwerk nog toekomst heeft. Maar op de huidige manier kunnen we niet verder. Ik rond af. Ook 2020 wordt het jaar met uitdagingen voor de gemeente. Maar wat we met elkaar zaaien, is ook wat we met elkaar oogsten. Ik hoop dat u met ons mee wilt zaaien en dat we samen dan heel veel kunnen oogsten. Wij zoeken u op, zijn permanent in gesprek met u. En natuurlijk maken we daarbij fouten, maar onze intenties zijn niet mis te verstaan. We willen onze dorpen vooruit helpen in goed overleg. Ik prijs me gelukkig dat onze dorpen bloeien en dat de mensen die daar wonen deugen. Laten we dit gegeven koesteren voor het jaar 2020. Dan heb ik 3 mensen die ik op het podium ga halen en dan gaan we proosten. Allereerst de heer Jan Oostveen van de OPBR. Jij hebt hem al. Mooi. Ik had hem al. Jan, wat is OPBR? Kom een beetje gezellig naast me staan. Waar staat dat voor? OPBR is de bundeling van alle ondernemers, verenigingen en organisaties in Bodegraven en Reewijk. Hey, Jan, en ik heb iedereen welkom geheten en heb ik de ondernemers niet genoemd, maar wij organiseren het samen. Waarom doen ondernemers dat? Ik denk dat het gepast is om dat samen met de gemeente te organiseren. Juist in Bodegraven en Reewijk staan, denk ik, ondernemingen midden in de samenleving. Niet alleen als werkgever van heel veel mensen, maar ook
Je noemde het zelf al, in het leefbaar houden van de centra van onze dorpen. En tenslotte kennen we in onze gemeente ook mooie voorbeelden van ondernemingen en ondernemers die hetzij financieel, hetzij bestuurlijk, een belangrijke bijdrage leveren aan organisaties op het terrein van sport, cultuur, recreatie, noem maar op. Mooi. Dus vind het wel gepast. Hoe is de samenwerking met de gemeente? Hij zegt nou niet... Ten aanzien van deze receptie bedoel je? Ja. Liep prima. In het algemeen bedoel ik. In het algemeen verloopt hij goed. Het komt voor dat wij een verschil van inzicht hebben. Maar we hebben een mooie vorm gevonden om daarmee mee om te gaan. En verder constateer ik dat we gezamenlijk, met name in onze regio richting de provincie, doelen bereiken die zowel de gemeenschap ten goede komen als ondernemers in Bodegraven-Reewijk ten goede komen. Jan, wat ga jij zaaien? Zodat we met jou kunnen oogsten? We hebben nogal wat zaad nodig, moet ik zeggen. Want er liggen voor ons als ondernemers en daarmee ook voor de gemeente nogal wat uitdagingen. Een paar heb je er zelf al genoemd, een paar zijn nog niet genoemd. Eén daarvan is natuurlijk het verduurzamen van de ondernemingen in onze gemeente. Dat is een heel duidelijke. Eén die ik toch ook even specifiek vanuit onze invalshoek moet noemen is de ruimtebehoefte van onze ondernemingen. Wij prijzen ons gelukkig dat we in het komende decennium meer woningen zullen kunnen bouwen op voormalige bedrijfsterreinen. Maar wij hebben nog altijd heel veel gezonde ondernemingen die ook ruimte nodig hebben. Dus dat heeft echt in de naaste toekomst heel veel aandacht nodig. Ja. Verder bereikbaarheid. Het is wellicht een open deur. Maar bereikbaarheid zowel in termen van openbaar vervoer. We hebben recentelijk weer aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van onze bedrijfsterreinen met openbaar vervoer. Maar ja, ook onze aloude, maar heel belangrijke hobby. De aansluiting N11 A12. Niet alleen voor ons van belang, maar voor de hele regio van belang. Dus ja, er valt nog wel wat te zaaien. En ik hoop dat we in de navolgende jaren wat kunnen oogsten. Dames en heren, niet alleen voor Jan, maar voor het hele bedrijfsleven graag een warm applaus. Dames en heren, voor de derde keer zijn detailisten, winkeliers uit onze gemeente, genomineerd voor de prestigieuze ondernemingsprijs Midden-Holland. Over een paar weken is de uitreiking. Graag roep ik Renske en Klaas-Jan van Dam van Puntkomma als genomineerd bedrijf naar voren. Ja, warm applaus. Gefeliciteerd. Allerbeste wensen. Ja, beste wensen. Ja, waarom hebben we dat niet gedaan? Nee, ik geef jullie deze mooie microfoon. Hè? Oh ja. Ja, wat... Puntkomma. Verrassend? Ja, zeker verrassend. Zeker heel verrassend. Dichtbij. Heel dichtbij, zo dichtbij? Ja, zo dichtbij. Oké, okay, ja, het was zeker verrassend. Zeker op, op het moment dat we het echt hoorden. Dat we echt zoiets hadden van, heel wat. We waren onderweg. En ik kreeg een mailtje van Ellie, was dat geloof ik. Hè? Van kijk op... Bodegraven-Reewijk van jongens, van harte gefeliciteerd, leuk en ondernemersprijs genomineerd en dat is heel leuk, alleen weten we het zelf nog niet. Dus dat was de aanleiding om even een belletje te doen en dat klopt inderdaad, ja, dan voel je zeer vereerd, kan niet anders zeggen. En weer een winkel uit Bodegraven-Reewijk. Dat is best bijzonder. Vind ik ten opzichte van de concurrentie heel groot. Een prachtig dorp. Ja, zeker. Maar heel veel mensen vergeten dat. Dus ze zijn heel verbaasd als dan Bodegraven wordt gekozen. Ik vind dat. Snap dat wel. Nou, hartstikke mooi. Hey, en Puntkomma. Ja. Jullie droom, jullie visie. Ja. Wat is de drive die erachter zit? Wat willen jullie daarmee bereiken? Wat we mee willen bereiken of dat de passie? De passie, dat is het. Wat is jullie passie met die winkel? Ah ja, alles. Het is onze hobby, het is onze passie. Het is, we zijn er al dag en nacht mee bezig. Dat is het, denk ik. Ja, precies dat. Als je ineens wat anders gaat zeggen, dat is ook zo slordig. Dan ga ik een andere vraag. Nee, ik wilde er al tussenuit. Nee, juist niet. Ik weet dat niet. Wat als je nou moest begrijpen, waar zit jullie echte kracht? Wat is de topkwaliteit waarin jullie denk je genomineerd zijn? Nou, ik denk met name het persoonlijke, dat we iedereen persoonlijke aandacht geven, dat we betrokken zijn bij onze klanten, zowel tijdens het inkoopproces als met de verkoop, maar ook op sociaal gebied. Ik bedoel, we zijn, dat is ook het leuke,
En dat we niet meegaan in de hele internetbusiness. Ik denk dat hebben we het uitgebreid met de jury ook over gehad. Dat zij zich afvroegen hoe dat gaat. Maar ja, dat past gewoon niet bij onze manier van winkelen. Dus dat. Over 2 weken, de avond. Ja. 2 weken. Over het, ook maandagavond ook, hè? Precies, vandaag over 2 weken. Ik ga er met altijd. Ik ben echt ongelooflijk gespannen. Ik vind het onwijs spannend, want als we winnen, dan mag ik jullie feliciteren. En als we verliezen, dan baal ik echt. Dan ben ik de hele nacht avond zo gereinigd. Ja, maar goed, ik moet eerlijk zeggen, dat mensen van, oh, ga je winnen? Wat denk je zelf? En denk altijd, maar ja, jongens, dat je genomineerd bent is al fantastisch. Dus er is 1 winnaar en er zijn geen verliezers, toch? Zeker. Maar. Dus, bedoel, ja, nee, zo zie ik het. Een warm applaus voor deze hartstikke leuke, enthousiaste ondernemers. Dank jullie wel. Dank je wel. Dames en heren, op een gezond, voorspoedig en een heel goed Oostenrijk 2022. Het gaat wel. Proost.